Ja, vrienden. Wat een toestand met het Nederlands elftal. Ik zal je eerlijk zeggen, ik zit te kijken. Het eerste kwartier was niet om aan te zien. Het was een laag tempo. Ik vond het helemaal niks. En goed, op een gegeven moment, ja, toen kregen ze dus die penalty cadeau. Dat is een zwaar cadeau. En toen maakte die Dumfries, die maakte nog Hens ook. En Nederland had een mazzel en geen penalty. En noem het allemaal op. Dus ik denk, weet je, ik ga eens eventjes... Ik ben gewoon gaan zappen. Dat heb ik nog nooit gedaan met Nederlands elftal. Zappen. Gewoon, nee, je wil elke bal zien van Nederlands elftal. Dus kom ik in die 1 tegen 50 terecht. Ja, van pure ellende moet je nou nagaan zeg. Hoe ver gaat dat niet? En ik zit in die 1 tegen, zie je man winnen, 130.000 euro of zoiets, weet ik veel. Ik zap je terug. Nou goed. En toen stond het intussen geloof ik 2-0. Nou, fijn. En ik zit te kijken en ik vond er nog steeds geen ene moer aan. Het was gewoon niet om aan te zien. Ik ga zitten lezen. Ik zit te lezen over die cafés en die sluitingen en op mijn telefoon. En boem. En hij valt er een goal, hoor ik. Ja, 2-1. Ik denk, nou ja, het zal toch niet? En het zal toch wel? Ja. En vrienden, wat hebben we hier nou? We hebben hier te maken met, ze zijn niet zo goed als wij denken. Dat is het probleem met het Nederlands elftal. Wij denken steeds maar, ze zijn heel goed. Maar dat is niet zo, dat blijkt nu gewoon. Ze zijn gewoon niet heel goed. Nee, Depay is niet heel goed. Depay is gewoon een goede voetballer. Punt, niet meer dan dat. En dat geldt voor heel veel spelers. Wat denk je van Klaassen? Gewoon een goede voetballer. Niet heel goed. Wat denk je van Wijnaldum? Hey, gewoon een goede voetballer. Niet heel goed, want dat is de fine line. Dus heel goed en goed. Maar die van ons zijn gewoon alleen maar goed. Blind. Die tweede goal. Ik bedoel, les 1 bij verdedigen is een hoge bal. Dan spring je mee, toch? Ja, maar nee, hij blijft staan als een Amsterdammetje. Ach. Dus ook gewoon een goede voetballer. Terry Blind. Maar niet heel goed. En dat is het punt. En dat geldt bijna voor allemaal. Malen is gewoon... Ja, die was dus helemaal nergens nu. Maar is gewoon een goede voetballer. En daar zit het Nederlands elftal dus vol mee. Met goede voetballers. Want vergis je niet, De Ligt is ook niet meer heel goed sinds hij weg is gegaan bij Ajax. En wat denk je van Van Dijk? Virgil van Dijk, na zijn blessure, ook niet meer heel goed en onaantastbaar. Gewoon goed. En dat is nou net het probleem van dit Nederlands elftal, beste vrienden. Goed is niet goed genoeg.